Vandaag ga ik een video maken over het vervangen van deze keukenboiler, deze close-in boiler. Deze boiler die zat er al in toen wij het huis kochten. Die is dus ook al redelijk op leeftijd. Maar er zijn eigenlijk twee grote nadelen aan deze keukenboiler. En de eerste is de isolatie. Dit is nog, ik vermoed, een label D-boiler. Dus er zit wel isolatie hier aan de binnenkant. Maar dat is niet te vergelijken met de moderne isolaties die boilers hebben. Dus deze boiler heeft ook wat meer last van stilstandverliezen. Maar het grootste probleem van deze boiler, en dat zie je bij heel veel boilers in Nederland die in keukens worden gebruikt, is dat deze tijdens het verwarmen ruim 2 kilowatt trekt. En het probleem daarvan is enerzijds dat je daar een aparte groep voor moet aanleggen. Als je zo'n boiler aansluit in de keuken, moet apart afgezekerd zijn met een B16. Dat is het ene probleem. Het andere probleem is, ik stuur deze boiler op zonne-energie. Dus wanneer mijn zonnepanelen meer dan 2 kilowatt overschot hebben, dan zal deze boiler aanklikken en gaan verwarmen, zodat de boiler eigenlijk fungeert als een thermische batterij. Nou ja, in de zomer is er natuurlijk geen enkel probleem, maar in de winter, ja, dan ga je die 2000 watt gewoon niet halen. Waardoor deze boiler dus niet aanklikt, want als die aanklikt, ga je dus weer stroom uit het net halen. Is voor nu nog niet een probleem, maar wel voor de toekomst. John Visser die heeft een hele tijd terug een video gemaakt waarin hij dit probleem oplost door gebruik te maken van een hot fill boiler. Een hot fill boiler die gewoon aansluit hierboven met de koudwaterleiding. Dus die zet hem niet, zoals een hot fill boiler eigenlijk bedoeld is, in de lijn met de warmwaterleiding vanuit de ketel. Dan heb je dus wel in de keuken meteen warm water, maar ook oneindig warm water. Omdat het warme water van de ketel uiteindelijk in de keuken aankomt. Maar ik ga hem dus gewoon gebruiken op de koudwateraansluiting. Waarom? Omdat een hot fill boiler namelijk maar 400 of 500 watt gebruikt. En dat komt er zelfs in de winter met enige regelmaat wel van je dak af met je zonnepanelen. Afhankelijk van hoe groot je set is. Waardoor dus die 1 de boiler op een gewoon stopcontact kan worden aangesloten. Zonder dat hij dus een aparte groep nodig heeft. Nou goed, die groep ligt hier al, dus dat is hier niet het voordeel. Maar het grote voordeel is dus dat ik die boiler op veel meer momenten met alleen zonne-energie kan opwekken. Of opwarmen, dan dat nu het geval is. Ik zal de nieuwe boiler wel even laten zien. Dit is de nieuwe boiler, de hot fill boiler van 10 liter. In dit geval is het er eentje van Plieger. En je ziet ook al meteen hier op het plaatje dat de hele buitenmantel is isolatie. En daaraan kun je ook al zien dat deze boiler veel beter is geïsoleerd dan degene die je net zag. En ik zal even de achterkant laten zien. Nou, hier staat het ook vermeld, hè. 400 watt aansluitwaarde. Zekering van minimaal 4 ampère. Het is natuurlijk heel laag. Hij wordt gebruik gemaakt van 2 buizen van 12 mm. Dus de aan- en afvoerbuis alle twee 12 mm. Hier staat nog even een schematisch overzicht hoe je hem aan moet sluiten. Maar in mijn geval is dat allemaal al aanwezig. Dus ik hoef echt alleen maar de oude boiler eruit te halen. En de nieuwe te plaatsen. Nou, dit is de boiler. Ik ben blij dat ik hem te pakken heb gekregen. Hij is heel lang slecht leverbaar geweest. Want ik wou hem eigenlijk al aan te schaffen midden in de coronaperiode. Maar toen was hij echt nergens te krijgen. Ik zal de link hieronder wel even plaatsen. Mocht je zelf interesse hebben in zo'n boilertje. Ze zijn nu goed te krijgen. Ja, ik weet niet of dat zo blijft. Dat weet je in deze wereldmarkt maar nooit. Maar op dit moment zijn ze in ieder geval goed leverbaar. En dan heb ik nog eventjes een klein verzoek aan leveranciers. En dat geldt niet alleen voor leveranciers van boilers. Maar bijvoorbeeld ook voor leveranciers van thermostaatknoppen, koelkasten enzovoort. Vaak plaatsen ze er wel een mooie thermostaatknop op die je kunt instellen. Maar als ik dan zou vragen van op welke temperatuur staat die nu? Ja, dat weet niemand. En waarom weet niemand dat? Omdat het nergens vermeld staat. Kijk, in de handleiding staat dat deze stand hier op de minimaalstand dat ongeveer 10 graden is. Dit is 55 en dit is 76. Maar het staat niet op deze knop. Ik kan dat hier nergens van afleiden. Daarom ook het verzoek aan fabrikanten. Zet de temperaturen op de knoppen die jullie op je apparaten hebben zitten. Dat maakt het voor ons eindgebruikers een stuk makkelijker om de spullen in te stellen. En we weten ook meteen op welke temperatuur die staat zonder terug te hoeven grijpen naar de handleiding. Wat verder nog interessant is, is hier aan de bovenkant de twee buisjes. Warm en de koude kant. De buisjes van 12 mm. Alleen, zoals je al ziet, er zit helemaal geen schroefdraad op. Dit is gewoon een open buisje. Bij veel boilers zit hier een schroefdraad in. Kun je vaak flexibele leidingen die worden gebruikt voor de kraan in de keuken, kun je gewoon aansluiten. Dat kan in dit geval niet. Gelukkig wist ik dit van tevoren en heb ik daar knelkoppelingen voor gekocht. Dat zijn deze. De knelkoppeling hier aan de onderkant, die knel ik op deze buis. Die is 12 mm en de bovenkant is 3/8. Ik had al even opgemeten met welke maat dat mijn flexibele slang van de keukenkraan nu zit aangesloten. En de
mijn doe-het-zelf-expert waar ik vaak naartoe ga, die dacht dat dat dan 3/8 zou moeten zijn. Maar ik ga hem dus nou ook nog niet op deze leiding knellen. Ik ga eerst de oude boiler uitbouwen, kijken of dat deze past, dat het de goede maat is. En pas dan knel ik hem hierop, want als ik de knelkoppeling nou hier plaats, loop ik de kans dat het ringetje wat hierin zit op deze leiding blijft zitten. En dat is in de, dan vervang je hem niet meer heel makkelijk voor een andere maat. Dus dat wil ik graag even voor zijn. Nou, ik heb alle voorbereidingen getroffen. Ik heb als eerste de boiler van de stroom afgehaald. Ik heb hier de knop helemaal op nul gezet. En vervolgens heb ik hierboven de warmwaterkraan opengedraaid, zodat het warme water helemaal weg kan lopen. Het voordeel daarvan is ik ga dadelijk hier die koppeling losmaken. En mocht er nog heet water in die boiler zitten, ja, dat zou je handen kunnen verbranden. Dus zorg dat die boiler helemaal leeg is en dat er geen heet water meer in zit. Vervolgens heb ik het water afgesloten door hier de stopknop dicht te draaien. Die zorgt ervoor dat de inlaatcombinatie geen water meer doorgeeft aan de boiler. Dat heeft meerdere voordelen. Ten eerste hoeft niet heel het huis de water afgesloten te worden in het hele huis. Maar kun je alleen dit stukje afsluiten. Dat is een groot voordeel. Deze knop kan overigens ooit ontzettend vastzitten. Dus ik heb daar straks met de waterpomptang heel voorzichtig heb ik hem opengedraaid. Ik heb eerst eventjes gekeken van nou, welke kant moet hij opdraaien. Dat zal wel altijd hetzelfde zijn, maar je zult net zien dat ik een Engelse kraan heb of zo. En vervolgens met de waterpomptang heel voorzichtig dichtgedraaid. Doe dat niet met te veel geweld, want deze dingen willen nog wel eens afbreken en dan ben je verder van huis. Ik weet niet of dat je het kunt zien, maar hier zit best nog wel veel kalkaanslag op deze inlaatcombinatie. Die moet dus ook TZT nog vervangen worden. Maar deze die doet het nog. Als ik hier aan de knop draai, dan zal daar normaliter waterdruk uit wegvloeien. Dat hoor je natuurlijk niet, want hij is afgesloten. Het water is afgesloten. Maar als die knop nog werkt, dus dat als je hier aan draait, dat er water wegloopt in de afvoer, dan is hij nog goed. Controleer dat ook, zeg elk jaar een keertje. Daarmee voorkom je dat die knop vast gaat zitten en je dus in feite geen overdrukventiel meer hebt. De reden is namelijk, als zo'n boiler zich vult met koud water en hij gaat verwarmen, warm water zet uit, dan moet het natuurlijk wel via deze inlaatcombinatie weg kunnen druppelen, omdat er anders te veel druk in de boiler opbouwt. Nog een tip die John Visser mij gegeven heeft. Normaliter, dat staat ook altijd achter op de boiler, maximale werkdruk 8 bar. Daarom zijn deze overdrukventielen ook altijd voor 8 bar geschikt. Alleen John die zegt, maak daar 6 bar van. Dat die bij 6 bar al open gaat, dan gaat je boiler valt wat langer mee. En dat er gewoon wat minder stress op de boiler komt te staan. Dat het water al bij 6 bar weg begint te druppelen. Dus dat is ook zeker iets om mee te nemen. Nou, ik ga nou eventjes kijken. Nog even één keer controleren of de kraan echt dicht is. Geloven is goed, controle is beter. Ja, die is echt dicht. En nou ga ik deze slangen hier losdraaien, voorzichtig. Ik heb hier een beker staan, zodat ik het water eventueel ook kan laten weglopen. Want er zal natuurlijk altijd wel iets nog in zitten. En ik ga eens kijken. Ik heb sleuteltje 19 daarvoor gepakt. En ik zal eens even aan deze kant beginnen. Kijken of ik er een beetje bij kan. Dat is altijd in keukenkastjes. Hè. Het is altijd prutsen, want je hebt eigenlijk veel te weinig ruimte voor hetgeen wat je aan het doen bent. Zou die nu al handvast zitten? Ja, dat zit die. Oké, dan halen we even alles weg. Zelfs de betere installateur gaat op dit soort momenten niet helemaal ontkomen aan het uiten van wat krachttermen. Dat is me al meerdere keren opgevallen. Even kijken. Ja, hebben we hem nu eindelijk. Zulke dingen zitten vaak ook al jaren vast. Nou, dat valt heel erg mee. Dat valt mee. Ik zie dat hier een ringetje afsluit. Oh, die ligt erin. Kijk, die ligt in het bakje. Nou, dat valt heel erg mee. Nou, op naar de volgende. Zo, kijken of dat ik deze ook net zo makkelijk al losgedraaid krijg. Ja, op zich wel. Een beetje stroef nog. Ik snap er niks van, het zit pas 20 jaar vast. Nou, dat is ook minimaal. Nou, dan ga ik de boiler weghalen en ga ik de nieuwe boiler plaatsen.
Kijk overigens bij het weghalen van de boiler, houd er wel rekening mee, die boiler zit nog vol met water. Dus hou hem recht en pas als je buiten bijvoorbeeld bij een put bent of net wat, kun je hem omkieperen en helemaal het water eruit laten lopen. Ik haal er meteen even een schoonmaakdoekje doorheen, even punten scoren bij de vrouw, als we dan toch bezig zijn. En daarna zal ik eventjes controleren, of dat kan ik trouwens nou meteen wel even doen. Hier heb ik nog even die knelkoppeling die ik dadelijk ga toepassen, of dat die van de goede maat is. Of dat dit past. Nou, dat lijkt gewoon netjes te passen. Die zit gewoon vast. Dat is niet... Nee, dat is dus gewoon... Dit is dus 3/8. Heeft mijn geweldige doe-het-zelf adviseur in een lokaal winkeltje hier mij toch goed geadviseerd. Dus dit is een knelkoppeling die van 12 mm aan de onderkant naar 3/8 aan de bovenkant gaat. Nou, we dus zeker weten dat de maat van de knelkoppeling goed is voor de slang in de keuken, ga ik ze hier op het boilertje plaatsen. Deze twee dopjes halen we eruit. Dit is de eerste keer dat ik ooit in mijn leven een knelkoppeling plaats. Dus als dit in één keer goed gaat, dan is dat gewoon geluk. Nou, we pakken deze ring. Die schuiven we om de buis heen. Dan hebben we hier dit kleine ringetje. Dat is uiteindelijk wat zich in de leiding knelt. Die gaat hierin. Vervolgens dit deel zetten we hier op. Zorg er dus ook voor dat hij dus echt helemaal naar beneden zit. En nou draai ik hem eventjes zo aan met de hand. En dan dadelijk doe ik dat nog even met de tang, dat hij echt goed vast zit. Aan de andere kant doen we natuurlijk hetzelfde. De reden trouwens dat ik dit dingetje eerst heb gecontroleerd op de leiding en daarna pas hier op dat buisje ga zetten, is omdat hij anders, dat ringetje dit dus, kan vast gaan zitten in deze leiding. En dan krijg je dat er niet meer af. En dan, oh, ellende, ben je weer een hele hoop tijd mee kwijt. Is zonde. Zo, even kijken. Dan moet ik denk ik alleen mijn boilertje even omdraaien, want ik er anders met de tang niet goed bij kan. Even kijken, als ik het goed had gemeten, dan was de onderste 19. Ja. En de bovenste 17. Even kijken, zo. Nou valt het waarschijnlijk wel op dat ik dit dus echt nog nooit gedaan heb. Iemand die dit echt dagelijks doet, die zal dit een stuk sneller en een stuk beter kunnen. Ja, volgens mij zit die vast. Mij zal het glit vast is vast. En dan ga je twijfelen. En dan nog iets vaster. En voor je twee draai de wachtel kapot. Nou, dit is natuurlijk geen wachtel, maar je snapt wat ik bedoel. Nee, volgens mij zit die gewoon netjes. Altijd met twee tangen doen, stond er al duidelijk in de handleiding, om niet al te veel torsie uit te oefenen of druk uit te oefenen op die leiding. En nou ik het aan het doen ben, snap ik die opmerking ook. Ja, die zitten denk ik wel een heel eind vast. We gaan het proberen. Ik had daar straks de opmerking over het overdrukventiel van de inlaatcombinatie al even genoemd. En hier staat het ook. Hè. 800 kilopascal, oftewel 8 bar maximale ontlastdruk bij een druksysteem. En als het in een drukloze setting wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een caravan of in een camper of zo, dan moet het als ontluchting worden gebruikt. Dat zijn eigenlijk de twee waarschuwingen die erop staan. Nou ga ik de nieuwe boiler plaatsen. Die is ook een stukje minder hoog. Alsof hij ervoor gemaakt is. De aansluitingen zitten hetzelfde. Wel uitgevallen bij deze. Zo.
deze zit een beetje gedraaid. Dat moeten we even anders doen. En dan gaan we eens kijken of dat die lekt. Dat is ook wel belangrijk. Ja, hier lekt hij nog. Dus hier moet hij nog wat verder aangedraaid worden. Even de lucht die wegloopt. En nu loopt er gewoon water doorheen. Dat is ook altijd de truc, hè. Als het water door de boiler loopt, dan weet je zeker dat de boiler helemaal vol zit. En ik ga nog heel eventjes hiernaar kijken. Ik heb hem nu met de waterpomptang eventjes recht gedraaid, zodat hier die knik niet meer in zit. Want als die knik er wel in zit, dan merk je ook gewoon bij de kraan dat de waterdruk minder is. Dus dit moet gewoon recht zijn. Dat is nu het geval. Dus dit zit gewoon helemaal netjes zoals het hoort. En dan nu het allerbelangrijkste, ik ga hem eventjes aansluiten op de stroom, op het stopcontact. Je ziet dat is een HomeWizard Smart Socket, wat ik net al aangaf. Ik stuur deze boiler op het overschot van zonne-energie wat ik heb. Zo, die zet ik in. Even die draad netjes wegwerken. En dan zal ik eventjes in de app laten zien hoe ik dat precies gedaan heb. Eerst nog even gecontroleerd. De boiler werkt en hij warmt op. Hier heb ik het staan, de keukenboiler aan bij 2500 watt teruglevering. Zo had ik hem ingesteld bij de vorige boiler, 2 kilowatt plus een beetje marge. Nou, dat ga ik nou dus verlagen, want ja, de boiler is nog maar 400 watt. Ik doe ook hier een klein beetje marge, dus ik maak er 500 watt van. En ja, hij zal inschakelen wanneer er dus 500 watt wordt teruggeleverd vanuit mijn zonnepanelen richting het net. Dus dat is minus het verbruik in de eigen woning. Minimale tijd aan 5 minuten. Dat is hier. Deze ga ik iets verder naar het einde van de dag verplaatsen. Want je wilt eigenlijk warm water hebben, vooral tijdens het koken. Nou, dan heeft hij de hele dag de tijd gehad om aan te klikken. Dus als dat nou echt niet lukt, dus als het nou echt te donker is gedurende de dag. Nou, hè, dan maak ik er 6:30 van dat hij aangaat. En dan maak ik er 6:30 van en dan gaat hij uit. Nou, die twee taken, aan bij 500 watt teruglevering en aan tussen 6:30 en 6:30, mocht er dus gedurende de dag niet genoeg zonnestroom zijn geweest om deze boiler te verwarmen. En je ziet hier ook mooi in het midden dat de keukenboiler op dit moment 367 watt aan vermogen opneemt tijdens het verwarmen. En dat is dus een heel stuk minder dan die 2 kilowatt. Het is nou hartstikke bewolkt buiten, het regent. Maar toch kan ik dus deze boiler nu verwarmen puur en alleen op zonne-energie, omdat hij maar zo weinig vermogen trekt. Ik zag net dat de boiler tijdens het verwarmen maar iets van 370 watt trekt. Dus ik ga dit toch een klein beetje verlagen naar 450 watt. Dat is toch net even wat minder. En zorg ervoor dat er dus toch nog op meer momenten de boiler opgewarmd zou kunnen worden wanneer het weer het toelaat. Ik had het er straks nog niet laten zien, maar dit is dus de overdrukknop. Dus als je die draait en je hoort hem doorlopen richting de afvoer, dan is die nog in orde. Hopelijk heb ik jullie met deze video kunnen inspireren hoe dat je dus een keukenboiler kunt vervangen voor eentje die een energielabel A heeft vanwege de isolatie. Een lager vermogen heeft zodat je kunt sturen op zonnestroom en die ook nog eens een keer iets minder ruimte inneemt in het keukenkastje. Maak niet de denkfout om te denken van, oh, deze boiler heeft een lager vermogen, dus die verbruikt op een jaar gezien ook minder kilowattuur. Dat is het niet. Als je een liter water wilt verwarmen, daar staat gewoon een vaste energiewaarde voor. Daar ga je niet onderuit komen. Maar doordat deze een lager vermogen trekt, kun je dat met je eigen zonne-energie doen. Een boiler die bijvoorbeeld 2 kilowatt is, die zal misschien van 10 graden tot 65 graden in 10, 15 minuten daar al zijn. Terwijl deze daar bijna een uur over doet. Dat is eigenlijk gewoon het verschil. Maar onder de streep, over een jaar bezien, verandert er helemaal niks. Dan wil ik graag tot slot dit nog even laten zien. Mocht je de boiler per ongeluk aan hebben gezet terwijl er nog geen water in zat en dat hij dus op de beveiliging springt. De beveiliging zit hier achter de knop, dus de knop eventjes eraf halen en met een schroevendraadje kun je hier de temperatuurbeveiligingen weer terug inklikken. En dan als laatste, dit is ook wel een belangrijke, over Legionella. Daar hebben we al eerder een keer een video over gemaakt. Blijft een belangrijk onderwerp.
Dan hebben ze hier een mooi tabelletje opgenomen. Onder de 25 graden vindt er geen legionella groei plaats. En dat is in dit geval bij de vorstvrije stand. Dan staat hij op 10 graden en de thermostaat op de laagste stand. Dan vindt er geen groei plaats. Onder de 25 graden groeit legionella niet. Tussen de 25 graden en 40 graden wel. Dus dat zeggen ze ook niet geadviseerd. Want dan heb je kans op legionella groei. Tussen de 45 en 60 graden is groei niet mogelijk. Lees goed, daar staat niet dat er dan geen legionella meer in het water zit. Maar het groeit niet meer. Je moet het dagelijks gebruiken, want als het water langer dan een week stilstaat, plus 25 tot 40 graden is, ja, dan heb je dus echt de ideale omstandigheden voor legionella. Hier staat bij alleen voor keukengebruik, vandaar die 55 graden is gewoon goed waar, van de eco-stand met dat eetje op de knop. En 60 graden of hoger, dan sterft legionella af en hoef je dus ook niet per se dagelijks het water te gebruiken. Dus voor in keukengebruik, wij gebruiken dat ding elke dag, is eigenlijk gewoon 50, 55 graden is gewoon in orde. Dus dat wou ik nog eventjes laten zien. Nou, hopelijk heb ik jullie geïnspireerd met deze video over de keukenboiler. En heb ik laten zien dat zelfs als je eigenlijk totaal niet weet waar je mee bezig bent en het nog nooit gedaan hebt, je het best aan kunt vangen. Klein beetje nadenken en dan komt het wel goed. Dank jullie wel.